Het scholenrenovatieproject dat is uitgevoerd door de South Dakota National Guard in samenwerking met het Nationaal Leger Suriname is gisteren afgerond. Bij dit project werden OS Dijkveld en OS Albergastraat gerenoveerd. De South Dakota National Guard voerde dit renovatieproject uit als onderdeel van haar State Partnership programma. De werkzaamheden op de twee scholen zijn binnen 10 dagen afgerond met een donatie van $60.000 in de vorm van renovatiemateriaal. De ambassadeur van de Verenigde Staten in Suriname, Robert Foucher, zei gisteren bij de afsluiting op OS Albergastraat dat dit project een belangrijk leerproces is voor zowel de South Dakota National Guard als het Nationaal Leger van Suriname. Echter draagt het project een belangrijker aspect. Namelijk het verbeteren van de toekomst van jonge kinderen. En het is niet alleen over de scholen. De scholen. Dat is niet wat zo belangrijk is. Wat is belangrijk is dat het is over de toekomst. Het is over de toekomst van de kinderen. Dat zij kunnen echt goede educatie krijgen, goede onderwijs krijgen op deze scholen. En dat is heel belangrijk voor de gezondheid van de democratie van Suriname. Dus het is ook heel belangrijk omdat Suriname een jonge democratie is en wij kunnen helpen en steun geven voor de institutie van de democratie. So I just want to say again, as we look forward to the future, look forward to the work that we can do together, we will seek as much as we can in terms of opportunities to continue this sort of work. Minister Krishna Kumari Mathura van Defensie benadrukte ook de goede samenwerking tussen het Nationaal Leger en de South Dakota National Guard. Ze sprak haar waardering uit dat er op zo'n wijze wordt bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van Suriname. Thank you so much for these projects. These are really meaningful, important and sustainable projects for our society. So thank you so much for that, each and every one. And last but not least, I have heard that all the components, all the materials are bought here locally. So that's great too. Thank you so much for that all. And I hope that the teachers and the children will enjoy this environment. Ik hoop dat jullie echt genieten en dat jullie heel zuinig hiermee zullen omgaan. En dat ik uit jullie groep de nieuwe ministers en militairen en politiemensen en leerkrachten en presidenten gaan zien, ja? En jullie hebben heel mooi gezongen, dankjewel! De kinderen van de school kregen bij de afsluiting van dit project ook een schoolpakket overhandig. Als onderdeel van haar State Partnership programma heeft de South Dakota National Guard sinds 2016 gezamenlijke renovatieprojecten uitgevoerd op 8 scholen. Het programma zal in de nabije toekomst worden voortgezet. De groep van ingenieurs van South Dakota National Guard vertrekt op 28 april terug naar de Verenigde Staten.